Morgen herfststorm, vandaag al schade. In de rij voor het Geldmuseum, nu het nog kan. Goedenavond, u vandaag van zondag 27 oktober. Ergens vannacht dan komt de eerste storm van deze herfst aan land. Maar vandaag kregen we hier in Utrecht al een voorproefje. Veel overlast op diverse plekken. Zo viel in Zeist een enorme populier op een huis. Dit is aan de Laan van Bergen. Vooral het dak is er slecht aan toe. Ook in Bilthoven, Amersfoort en Den Dolder legden meerdere bomen en dikke takken het loodje. De brandweer was dan ook de hele dag druk in de weer om alles op te ruimen en de overlast zoveel mogelijk te beperken. De echte storm, die moet nog komen, morgenochtend waarschijnlijk ergens. De Verkeersinformatiedienst houdt rekening met windkracht 11 en stevige buien en dus een paar honderd kilometer file in de ochtendspits. De NS kijkt nog naar maatregelen. De kans is groot dat er morgen minder treinen rijden. De politie in Nieuwegein slaat alarm vanwege een opvallende serie straatroven. Afgelopen dagen werden onder meer een man en een vrouw belaagd door een groepje jongens en die sloegen de man in elkaar. Vrijdagavond was het twee keer raak op de Galenkopperdijk en de Akkerhoeve. En donderdagochtend was er ook al een straatroof. In alle gevallen waren de daders jonge, gewapende mannen. Een ernstig ongeluk vanmorgen op de A1 bij Baren. Een auto met twee mannen erin raakte in een slip en van de weg en belandde op zijn kop in het water. Een getuige die het zag gebeuren aarzelde geen moment en schoot direct te hulp. Hij sloeg een ruit in en ondersteunde de mannen die bekneld zaten tot de hulpdiensten er waren. Er werd een traumahelikopter opgeroepen en ook duikers van de brandweer. De mannen in de auto zijn uiteindelijk met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. De A1 was vanmorgen dicht vanwege sporenonderzoek wat leidde tot lange files. Een jonge automobilist uit IJsselstein is vanmorgen om het leven gekomen bij een ongeluk. Hij botste bij Harderwijk tegen een geluidswal, waardoor is niet bekend. De man werd ernstig gewond afgevoerd en overleed later in het ziekenhuis. De IJsselsteiner was 22 jaar. Na een lange achtervolging zijn bij Eembrugge drie mannen opgepakt. Op de Veluwe hadden ze een stopteken gekregen van de politie, maar dat hadden ze genegeerd en waren ze de A1 vervolgens opgescheurd. Bij Eemnes vluchtten de mannen hun auto uit, maar dankzij een helikopter en honden konden ze bij Eembrugge toch nog worden ingerekend. Een vierde verdachte is nog spoorloos, mogelijk waren het inbrekers. De chaos is compleet bij de PvdA in Amersfoort, waar uit de partijkas tienduizenden euro's zijn gestolen. Vermoedelijk door Ramon Smits Alvarez, die maandag in Spanje zelfmoord pleegde. De stichting beheerde de fractiegelden, maar het is onduidelijk hoe het zit met het toezicht. Het bestuur bestaat uit wethouder Rob van Muilenkom, fractievoorzitter Edwin Hinlopen en partijvoorzitter Mariette van Baggen. Maar zo staat het niet in de gegevens van de Kamer van Koophandel. De 21ste editie van Eurospoor zit erop. De afgelopen drie dagen stond de jaarbeurs in Utrecht weer in het teken van alles wat met modelspoorbanen te maken heeft. Duizenden modelspoorfans uit binnen- en buitenland kwamen de mooiste banen bekijken en spullen kopen voor hun eigen baan. De beurs is al 20 jaar een begrip in heel Europa en tegenwoordig ongeveer drie voetbalvelden groot. In de stad Schouwburg in Utrecht is vanmiddag de musical Sonneveld in première gegaan. De hoofdrol in het stuk over de Utrechtse cabaretier die in 1974 overleed, wordt gespeeld door Tony Neef. De komende maanden reist de voorstelling door het land. Komende vrijdag is hij bijvoorbeeld te zien in Amersfoort, begin december in Veenendaal en in januari in Zeist. De actie voor de stichting Spieren voor Spieren vannacht in het Laco zwembad in Driebergen was een groot succes. Deelnemers zwommen precies in het uur van de wintertijd een uur lang om geld op te halen voor de strijd tegen spierziekten bij kinderen. Ze begonnen dus om 2 uur en waren dus ook om 2 uur klaar. Een van de deelnemers was deze Danilo van 10 uit Zeist. Hij haalde uiteindelijk in zijn eentje alleen al meer dan 2000 euro op. Het Geldmuseum heeft zo ongeveer de allerdrukste dag uit zijn hele bestaan achter de rug. Door regen en wind waren honderden mensen naar Utrecht gekomen om nog één keer het museum te bezoeken. Aanstaande donderdag is het museum voor het laatst open. En dus was dit het laatste weekend en was het ringen geblazen. Een lange rij voor het Geldmuseum in Utrecht zondagochtend. Het museum sluit komende donderdag vanwege rijksbezuinigingen voorgoed de deuren. Ironisch genoeg heeft het personeel het nog nooit zo druk gehad als nu. De waarneming dat het heel makkelijk is, vooral voor kinderen. Dus het komt helemaal goed. Iedereen wil toch nog even binnen zijn geweest. Normaal gesproken is de herfstvakantie onze drugsbezochte vakantie, samen met die in februari. En normaal gesproken hebben we dan ergens rond de 500 à 600 mensen per dag. Deze week hebben we er tussen de 1000 en de 1200 per dag mogen ontvangen. Dus het waren lange rijen voor de deur. Zonder bezoekers geen museum en dus is overal duidelijk te lezen dat het personeel dankbaar is dat het Munt- en Papiergeldmuseum zo in trek was.
De bezoekers vinden het jammer dat de collectie binnenkort niet meer te zien is. Annies is vandaag voor het eerst in het museum en vindt het heel leuk. Omdat er heel veel leuke spelletjes zijn en daar kan je ook nog van leren. Ze vindt het jammer dat het ook meteen de laatste keer is dat ze hier is. Het Rijk zou beter moeten nadenken. Als ze koning Willem-Alexander, die toch op een muntje staat tegenwoordig, vandaag in het echt zou tegenkomen, is ze voorbereid op wat ze gaat zeggen. Dat ik het heel leuk zou vinden als hij het open ging houden. Broer Luca heeft ook een oplossing bedacht om de muntenverzameling toegankelijk te houden voor het grote publiek. Het gebouw is heel groot en ik denk dat de huur heel veel is. Ik denk als de huur minder is, dat ze dan niet failliet gaan. Het zal het Geldmuseum niet helpen. Nog een paar dagen en de poort gaat op slot. Het opruimen is begonnen. Het personeel weigert ondanks alle ellende in een hoekje te zitten kniezen. De laatste week lopen ze met opgeheven hoofd door hun museum. We hebben zoveel mooie dingen mogen maken en we hebben zo ontzettend veel bezoekers mogen ontvangen. En elk jaar werden dat er steeds meer en dat is wel iets waar ik wel heel erg trots op ben. Het grootste deel van de collectie, de munten, de penningen en het papiergeld, zijn over een tijdje te zien bij de Nederlandse Bank in Amsterdam. En een ander deel van de collectie gaat naar het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Sport dan. Een aantal spelers van FC Utrecht is gisteravond in Friesland door de mand gevallen. Dat zei trainer Jan Wouters na afloop van de wedstrijd tegen Cambuur, die met 3-1 werd verloren. Op het kunstgras in Leeuwarden was Cambuur de hele wedstrijd beter. FC Utrecht was slordig, maar kwam na 10 minuten spelen toch iets wat gelukkig op 1-0 via Yassine Ayoub. En daarna kreeg Utrecht eigenlijk geen kansen meer. Na een uur maakte Cambuur de verdiende gelijkmaker. Utrecht leek in de verste verte niet op de ploeg die het vorige week zo goed deed tegen NAC Breda. Vervolgens werd het ook nog 2-1 en 3-1 in blessuretijd. Ik denk dat wij geslacht worden in de counter eigenlijk. Komen zij er eigenlijk vanuit onze fout. Komen zij aan de bal, zijn ze er snel uit en zo scoren ze. Zonde. Een hele slechte avond natuurlijk voor het hele team. We hebben vanaf minuut 1 niet gevoetbald. Ik denk dat het een totale off-day was, maar... ik weet er eigenlijk niks positiefs over te zeggen. Utrecht zakte door de nederlaag naar de 14e plaats. Volgende week zondag dan komt Heerenveen naar de Galgenwaard. De topklasse zaterdag dan. Spakenburg kwam thuis niet verder dan 0-0 tegen FC Lisse. En IJsselmeervogels won met 2-0 bij Scheveningen. Nummer 3 op de ranglijst is GVVV nu. De Veenendaalers wonnen thuis met 4-0 van ONS Sneek. En de grote man op Sportpark Panhuis was de zeer ervaren Dennis van Meegdenburg. Hij wordt in april 40, maar hij is nog steeds belangrijk voor GVVV. Ook tegen ONS Sneek is opa, zoals hij door de fans liefkozend wordt genoemd, trefzeker. Vlak voor rust maakt hij de 2-0. 39 jaar, kijk, leeftijd zegt wat dat betreft niet zoveel. 16, prima. 39, prima. Het gaat erom wat je presteert en dat doet hij vol verven. Ik heb van dit seizoen gezegd dat het wel mijn laatste seizoen zou zijn. Maar goed, zoals het nu gaat, ja, dan begint er wat kriebel om nog een jaartje eraan vast te plakken. Ja. Vanwege de Burg scoort tegen ONS Sneek ook de 3-0. Het is alweer zijn zevende van deze competitie. En wie hem ziet voetballen, kan zich niet voorstellen dat er ooit een einde komt aan zijn loopbaan. Hij vindt het heerlijk om drie keer in de week het huis te verlaten en het trainingsveld op te gaan. Hij zal wel zeggen van, nooit trainen, maar hij zal nooit de training missen. Het is gewoon een liefhebber. Je moet ook met de thuissituatie denk ik even over hebben, maar goed... kijk, die jongens van mij worden ook allemaal groter en groter. En die vinden het ook leuk als papa een keer langs de lijn staat. Dus ja, dat gaan we eens even rustig over hebben. Uiteindelijk wint GVVV met 4-0. In de tweede helft krijgt Van Meegdenburg een applauswissel. En hij wordt uitgeroepen tot man of the match. Het is duidelijk, in Veenendaal willen ze hem nog lang niet kwijt. Koploper in de topklasse zaterdag is Kozakken Boys. Op 1 punt gevolgd door IJsselmeervogels. En GVVV met opa dus derde. Spakenburg is de nummer 11. Het weer. Vanavond droog, vannacht veel regen. Wind dus ook, morgenochtend. Het begint allemaal wat rustig, maar hou rekening met regen dus en zware windstoten. Kortom, de eerste herfststorm. Het wordt maximaal 16 graden. Meer nieuws staat op onze site en apps. En ziet u natuurlijk morgen weer u vandaag. Dan met Rob van Dijk en Suzanne Lesquier. Fijne avond nog. Dag.